Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik ben even mijn koffietje aan het zetten. En Lars brengt straks Sarah en Lizzie even hierheen, want hij had wat afspraken. En daarna haalt hij er weer op, want dan heb ik wat afspraken. En gaan zij naar het consultatiebureau. En daarna hou ik haar weer op, want ze slaapt vanavond lekker bij mij. En vorige week had ik het er uiteraard, of tenminste had ik in mijn vlog verteld, had ik het er allemaal wel moeilijk mee. Maar ik zag ook wat comments en het ging mij echt absoluut niet omdat het bij Lars is. Want uiteraard gun ik hun die tijd samen. Dat is echt totaal niet. Ik vind het gewoon, wat ik al probeerde uit te leggen. Ik vond het een beetje moeilijk om uit mijn woorden te komen, omdat de emotie zo hoog zat. Maar het meer was dat ik, ja, dat ik zo geconfronteerd werd met het feit dat, heb ik nou een zoetje hierin gedaan of niet? Geen idee. Doe er dan gewoon nog in. Dat ik zo geconfronteerd met het feit dat je dan dus het ouderschap verdeelt. Wat uiteraard logisch is. Maar Lars en ik zijn er allebei niet aan gewend het afgelopen jaar. Dus dat vond ik heel lastig. Maar ik moet zeggen, ik zie alleen maar leuke video's en filmpjes en foto's van haar. Meisje is nu weer terug naar Duitsland. Maar ik vind ze ook zo leuk. En ik was natuurlijk afgelopen weekend even bij ze langs. Dus nou, helemaal goed. Alleen het was eventjes, ja, ik weet niet, gewoon even zo'n emotionele verandering of zo. Maar ik ben helemaal, ja, ik ben helemaal weer happy. En het was gewoon eventjes dat ik dat op dat moment lastig vond. En ik had dus inderdaad, ik kreeg er wat comments over echt van mensen die zeiden, zei ik niet zo mens en lalala. En die comments verwijder ik gewoon. Omdat het is mijn YouTube pagina. Ik documenteer hoe ik me voel. Wat mijn beleving is. Wat mijn leven is. Als mensen dan soort van, ook vooral mensen die geen kinderen hebben, daar mega oordeel over vellen. Ja, sorry. Ik ga jou echt niet mijn moed laten beïnvloeden. Echt, zoek het uit. Dus ik had wat comments verwijderd. Waar mensen weer reageerden. Ja, ik had ook zoiets gezegd. En mijn comment was verwijderd. Inderdaad, want ik heb geen zin in negatieve bullshit die mij niet in positive vibes houdt. En ik documenteer nogmaals mijn leven. Dit is hoe ik me voel en hoe ik dingen beleef. Dus ja, ik kan gewoon geen negativiteit gebruiken in mijn leven. En dat zou niemand moeten willen gebruiken. Dus ik ga lekker genieten van mijn koffietje. En wacht tot Sarah Lizietje weer komt. Dit ziet er toch heerlijk uit. Dat lekkere schuimlaagje. Oh, lekker de haard aan ook. Ik vind dit zo gezellig. Lars en Sarah Lizzie waren even langs en hij is even wat slaapspullen komen brengen, want vanavond slaapt ze hier en ze zijn nu naar het consultatiebureau. Ik heb straks de nieuwe mukbang met Daan. Die staat, als jullie deze vlog zien, al online, omdat ik hem een dag van tevoren had opgenomen. Dus dat gaan we zo doen. En daarna gaan we even richting kantoor om de nieuwe voorraad van Momo eventjes bij te houden en nieuwe sieraden te ontwikkelen. En zodat we in het nieuwe jaar weer allemaal nieuwe leuke looks hebben voor Momo. Eens in de zoveel tijd moeten we dat gewoon doen. En af en toe schiet het er dus bij in. Nou, nu is er natuurlijk bij Daan een hele zwangerschap en kraamtijd doorheen gekomen. En ze is nu zo langzaamaan weer een beetje alles aan het oppakken. Dus lekker Momo dagje tussendoor. Ik heb nog niet gegeten, want we gaan natuurlijk straks die mukbang opnemen. En we gaan weer langs de MAC. Als jullie de video nog niet hebben gezien, ik zal hem even in de beschrijving zetten. De mukbang van afgelopen week dus. En ik heb een heel leuk pakketje binnen. Waarvan ik niet kon wachten om het met jullie te delen. Namelijk een pakketje van Gucci Beauty. Nou, en uiteraard hoe het is ingepakt is al een feestje. Kijk, wat een geweldige tas met een mooi gouden lint. Waarbij ik hem kan openmaken. Het is echt geweldig als kerstcadeaus. Dus helemaal de kerstsfeer. Kijk hoe mooi deze doos is. Ik ga hem uitpakken. Oh, lekker ASMR dit. Heerlijk. Oeh, very excited. Even kijken, wat hebben we? We hebben een lipcolor. Ik had altijd die Catrice Scent op, waar ik helemaal weg van ben. Oh, deze verpakking is ook weer zo ontzettend mooi. En deze is ook in een soort, ja, nude-achtige tint. Ik zal hem gelijk even opdoen. Heel mooi. Hij is eigenlijk heel dicht bij mijn eigen lipkleur. Dat vind ik de allermooiste kleuren. I love it. Heel fijn. Dit is de kleur Blaze of Noon. En het nummer ervan is 200. Oh, echt geweldig. Die verpakking hiervan. Ik ben echt gewoon... Ik ben er gewoon helemaal verkocht. Als ik een mooie verpakking zie, dan is het gewoon klaar. En mascara. Die moet ik trouwens ook nog opdoen. Dus dat komt mooi uit. Oh, hoe mooi is deze huls. Echt, I love it. En ik heb hier een mat naturel poeder en een bronzer. Sowieso echt al die verpakkingen. Oh, dit zit dan uiteraard ook weer in zo'n mooi dustbagje. Ach, nou, ik kan echt bezig blijven over die verpakkingen. Maar... Oh, mooi. Het is een hele lichte poeder om te matteren. En ook een poeder om te bronzeren. Oh, mooi. Ik ga eerst even de mascara aanbrengen. Het heeft een siliconen borsteltje, dus niet van die losse haartjes. En hij separeert de wimpers echt super goed, zonder dat hij heel overdreven is. Kijk, zie je echt dat die wimpers mooi van elkaar gescheiden worden. Ik ben echt een mega fan van de Gucci Beauty. Het is echt, alles is mooi verpakt. De kleuren zijn mooi. Helemaal het einde. En natuurlijk ook perfect Christmas gift. I love. En dan heb ik uiteraard even kwasten gepakt voor de bronzer en voor de matterende poeder. En ik vind het heel mooi, want in de matterende poeder zit een heel licht glimmertje. En ik heb dus eigenlijk altijd dat ik echt op mijn T-zone vaak het snelst vette huid krijg. Dus dan doe ik make-up op en ik kan zo de deur uit. En dit blijft wel zitten de hele dag. En dan stap ik in de auto tussen afspraken door. Dan kijk ik in mijn achteruitkijkspiegel. En dan zie ik toch dat het glans of bij je wenkbrauw een beetje. Dat vind ik altijd, ja, niet zo mooi. Dus ik ga even kijken of deze goed matteert. Oh, je voelt echt dat die er zo opgelegd wordt. Oh, top. En hij is dus, hij lijkt best wel licht als je zo kijkt naar deze en dan mijn huidskleur. Maar ik vind het juist mooi in mijn T-zone. Dat is het enige waar ik eigenlijk echt afpoeder vaak het heel belangrijk vind. Dit is mijn T-zone en onder mijn ogen. En dat doet deze echt goed. Omdat hij dus ook wat lichter is, lijkt je wat wakkerder. Dus dan heb je een iets lichtere, ja, gewoon een soort oplichting, een highlight letterlijk. En dat vind ik mooi op die plekken. En dan ga ik nu even kijken naar de bronzer. Die vind ik er ook super mooi uitzien. Ja, gewoon die verpakkingen ook. Het is zo een luxe product. Beetje aftikken. I love. Heel mooi en subtiel. Maar toch wel echt een verandering. Oh, dit is echt een hele mooie bronzer, jongens. Oh. Blenden, blenden, blenden. Gewoon zoveel mogelijk blijven blenden. Ik had deze misschien even iets beter af moeten tikken. Echt heerlijk. En ik hou er ook van om op mijn voorhoofd bronzer aan te brengen. Daarmee creëer je dus eigenlijk een soort van kleiner voorhoofd. Natuurlijk niet letterlijk, maar make-up is natuurlijk ook wel een beetje een optische illusie. Heel mooi. En ik doe ook altijd gewoon een beetje bronzer zo op de neus. Ik denk dat echt professionele make-up artists echt denken, wat doe jij? Maar ik vind dat echt het lekkere zangkistgevoel geven. Nou, helemaal ready voor de mukbang. Ik ben echt weg van deze lipkleur. Ik vind hem denk ik nog mooier dan die Catrice Sand. Ik ben vandaag echt al 100 keer omgekleed. Oh, daar gaat een broek die ik net aan had. Maar dit is wat ik vandaag aan heb. Ik heb namelijk aan een wit t-shirt van volgens mij in Other Stories. Dit vest is van Sandro. Deze broek is van Levi's. Echt al mega lang niet aangehad. Ik ben blij dat ik er nog in pas. En deze, nou, soort van winterlovers van Gucci. Ik blijf het nog steeds gek vinden dat dit een soort van bestaande schoen is. Maar goed, I love it. En dit is dus mijn outfit. Ik draag bijna nooit blauw. Ik ga stuk. Ik wil bij Daan in mijn auto stappen. Ze heeft een kauwgomverslaving. Oh my lord. Ik zie jou gewoon tijdens het rijden die pakjes leeg drukken in je mond proppen. En dan... Kijk, je wordt opgenomen. Ja. Met de bestelling. Hi, mag ik cheese snacks? Big Mac? Nee, cheese snacks. Cheese snacks, sorry. Ja? Ik wil een Happy Meal met kipnuggets. Een Happy Meal met kipnuggets. Happy Meal met kipnuggets. Wat jullie drinken? Spa blauw. Spa blauw. Een grote cola zero. Met je wortel of appelpaardjes? Appel. Appel alsjeblieft. Frietsaus? Frietsaus. Ja. En ik wil filet of vis, Loes. Filet of vis. Filet of vis. Ja? Een grote cola zero. Hebben jullie, Arie had het over iets van een McChicken, een lekkere nieuwe, wat weet je? Homestyle crispy chicken. Oh, de homestyle, nee die wil ik trouwens niet. Oh. Sorry. Daan en ik hebben net mukbang nummer 5 alweer opgenomen. Ja, helemaal leuk. Goed hè? Wat? Vind jij het erg om heel even langs het kantoor te rijden? Nee. Ik moet even wat spullen ophalen. En dan kunnen we daarna naar mijn huis voor de Momo nieuwe collectie. Yay. Het is 5:30. Ja, we zitten lekker in de auto, hè? Wil je ook een auto? Wil je zelf een auto? Ja. Kussentje ook in de auto. Wij zitten in de auto en we gaan even Robert ophalen. En dan gaan we naar zijn vader en vriendin, want zijn vriendin is jarig. Nou, de planning is dus, we hebben dit al best wel lang gepland omdat Lars natuurlijk terugkwam in december, dat Rob en ik weg konden. En het enige land waar dat natuurlijk naartoe kon is Curaçao. Dus we hadden gepland, nou ja, tenminste we hadden het al heel lang bedacht, maar we hadden het nog niet definitief geboekt. Dat hebben we vorige week dus gedaan. Om even een paar dagen daarheen te gaan. Eigenlijk wel relatief kort, maar gewoon even een paar dagen goed opladen. Nul met werk bezig zijn en ja, echt gewoon chillen. En ja, dat kan op zich best prima, omdat je in het vliegtuig, nou ja, we hadden een grotere stoel geboekt. Dus dan heb je sowieso niet heel veel mensen om je heen. Mondkapje op. En we zouden daar naar een resort gaan waar je dus de hele tijd bij je eigen huisje kunt blijven. Dus waar je letterlijk niet de deur uit hoeft. Maar waar je ontbijt, lunch en diner gewoon bij de kamer is. Dus eigenlijk veiliger op vakantie kon niet. Maar goed, het is nu dus definitief geboekt. En nu zijn er soort van speculaties dat Curaçao een oranje gebied wordt. Ja. Wat wil je kijken? Casper en Emma. Die? Oh. Is die mooi? Gelukkig maar. Maar goed, we gaan het zien. Ik was bezig met mijn koffer inpakken, want we zouden dus morgenmiddag vliegen. Maar ik ben er maar mee gestopt, want vanavond is er een persconferentie en dan gaan we dus horen, nou ja, hoe of wat. We shall see. Oké, de pain is real. Huh? Ik zeg, de pain is real. Wat? Dat jouw koffer hier ingepakt op straat ligt. Oh. Ah. Schatje, vertel even, wat is de situatie? Nou, ik heb een hele lieve vrouw van de KLM aan de telefoon gehad. En die zei, ik kan meteen die kosten die je gemaakt hebt, krijg je weer terug voor de tickets. En dat kwam omdat je een annuleringsverzekering had? Of omdat... Nee, dat is gewoon haar beleid nu. Dus zonder reden kun je gewoon een annulering regelen. Oh. Ja, dat is wel een goed systeem. Ik krijg meteen een mail. Ben je er blij mee? Nee. Nou ja, ja. Eigenlijk wel. We hebben maar te luisteren naar het RIVM, schat. Er zitten een paar hele slimme mensen. Eens. Die er heel veel verstand van hebben. Ja, die gewoon keuzes maken in het belang van, ja. Daarom. Genoeg leuke dingen. Ja, dat is zo. Nou, oké. Wat ik dus vanmiddag... Oh, jezus. Alsof het leven al niet erg genoeg was. Ja, wat ik dus al zei, Curaçao is inderdaad op oranje gegaan. En we waren letterlijk al ingecheckt voor de vlucht. We zouden echt naar het allermooiste resort ever gaan daar. Met een eigen huisje, een eigen zwembad, toegang tot het privéstrand. Dus je zou daar letterlijk niemand hoeven zien. Het is veilig, nou, net zo veilig, al dan niet veiliger dan... als dat je in Nederland blijft, zeg maar. Maar goed, aan de andere kant hebben we wel zoiets van... Ik heb ook een vraagstuk op Instagram gepost en zo met wat we nou moeten doen. En ja, het is aan de ene kant zo aantrekkelijk om te denken, fuck it, we gaan gewoon. Maar aan de andere kant is het ook niet voor niets oranje. En tuurlijk, je vindt wat van de maatregelen en ook, weet je, omtrent de horeca vindt ook iedereen er wat van. Maar die keuzes worden wel, als het goed is, gemaakt in het belang van een ieder. En dan heb ik gewoon zoiets van, ja, hoe belangrijk vinden wij dat we er tussenuit kunnen om op te laden. Terwijl dat hopelijk volgend jaar allemaal wel weer kan. Het is alleen gewoon even omschakelen, omdat de koffers letterlijk al gepakt waren. Vandaag echt een stressdag. Zo van, we moesten echt nog superveel voor werk doen en mega snel koffer inpakken. En dat was natuurlijk ook de verjaardag van de vriendin van Rob's vader. Dus het kwam eigenlijk al niet lekker uit van, gaan we daar dan heen of niet? Ja, zijn we dan toch gaan eten? En toen dachten we, vroeg naar huis en dan kunnen we morgen rustig vliegen. En nu zitten we hier te annuleren en te zoeken naar mogelijkheden in Nederland. Ja. Ja, je lacht. Ja, ik vind dat jij je heel snel en mans over dingen heen kunt zetten. Ja. Dat vind ik een beetje eng. Ja, je kan heel lang gaan balen, maar... Nee, is ook. Als je eenmaal de keuze maakt, inderdaad, van we gaan niet... ja, dan kan je daar 100 keer over zeggen dat je kut vindt. Dat ga ik waarschijnlijk ook nog wel doen. Maar ja, life is life. We hebben elkaar. Zo is het, Daas. Gaan we even een plan maken voor de rest van de week? We gaan het leuk doen. Ja. Sarah Lizzie, we waren trouwens het kussentje van Sarah Lizzie vergeten bij de vader van Rob. En dat is echt haar heilige kussentje. Daar moet ze mee slapen. Ik heb haar in bed gelegd. Ze was gewoon meteen stil. Kind is kapot ook. Maar letterlijk, ze heeft het kussentje niet eens gemist. Ik hoop niet dat ze nu in de nacht wakker wordt om dat ze hem wel mist. Maar het gaat goed. Oké, we gaan zoeken naar alternatieven. Oké, schat, ik heb dus een paar opties. Ik heb dus iets gevonden in Maastricht. Dat zag ik dus in die serie van Echt Gooise Moeders. We waren toch in dat supermooie kasteel in Maastricht gaan logeren. Ja, dan zit je in het centrum, hè? En? Nee, wel ook. Ik dacht dat je een beetje in een soort bosrijke omgeving zocht. Kan ook. Maar kijk, het centrum is ook niet bruisend, want alles is dicht. Daarom. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Nee. Maar ik dacht dan morgenavond inchecken. En dan, nou ja, is het zonde om tot met vrijdag te gaan. Want in het weekend ben je sowieso vrij. Dus ik dacht dan zondagavond uitchecken. Ja. Vind je dat te lang? Ligt eraan wat we gaan doen. Want ja, ik heb ook zoiets. We kunnen ook een dagje gaan wandelen. Een dagje het een, een dagje het ander. De activiteiten moet ik nog even... Ja, wandelen. De activiteiten moet ik nog eventjes goed bedenken. Maar oké, en dan heb ik nog een andere optie. Ja. En daar heb ik er 5 van gevonden. Daarin heb ik aangekruist, fantastisch, 9+ beoordeling. 5 sterren. Zo. Sauna, wellnesscentrum, binnenzwembad en spa-faciliteiten. Is dat allemaal wel open? Nou, van sommigen weet ik het toevallig. En dat je een restaurant hebt en... Dat je een restaurant hebt. Hebt. Vanavond Amsterdam inderdaad. En toen zag ik Conservatorium, erop, Waldorf, Sofitel, Canal House Suites en that's it. Dus ja, ik weet, het Conservatorium is gewoon heel flex. Ja. Daar heb je een chille spa. Je kunt daar dus iedere avond eten in, bij Tyco. Maar je kunt ook, omdat je in de stad zit, denken we bestellen iets. En je kunt ook ervoor kiezen om eventjes spa te doen. Je kunt daar ook sporten, dus je kunt ook sporten. En je kunt ook denken van, weet je, we gaan een wandeling maken door het Amsterdamse Bos. Dat we gewoon echt eventjes, ook al is het in eigen stad, toch echt even uittunen. Ja, maar ik denk dat voor 2 dagen dan is dat goed hoor. Ja, dat denk ik misschien ook wel. Toch? Eens. Ja, daar wil je ook niet 4 dagen en nachten zitten. Nee. Dan ga ik eventjes aanpassen. Maar dan morgen wel inchecken of niet? Ja, kijk, want dan morgen zou dat sowieso gaan. Ja. Dus dan heb je toch eventjes die kick van, we gaan. Ik heb mijn koffer al bij me. Precies, met je zwembroek. Dus, nou, dan zou je dus zeggen woensdag tot met... Ik heb mijn t-shirt bij me trouwens. En, ja. Gezellig. Wil je mijn koffer kijken? Bikinietjes, bikinietjes. Badpakje. Zonnebril. Die ga je wel maar aandoen, hè? Zonnebrand. Ja, ik ga ze zeker aandoen. Ik ga gewoon mijn bikini naar bed liggen. De ballen. Nou, woensdag tot en met vrijdag dan misschien. Nou, dan wil je eigenlijk zaterdag uitchecken in de ochtend. Ja. Dus dan pak je 3 nachtjes. Dat is ook wel lekker. Oh, ineens komen er meer. Oh nee, dan heb ik die filters niet. Maar vind je dat een goed idee? Want dan ga ik het gewoon boeken. Even kijken of het dan uit. Kom maar hier zitten. Ik heb het hier allemaal uitgearrangeerd. Hallo? Ja. Binnen zwembad is ook wel lekker, weet je wel. Gewoon even lekker. Ja, je hebt ook iets in Utrecht. Maar staat er ook dat te komen dineren. Check vooraf onze beschikbaarheid. Ja, zo zien dat je daar dus niet kan vreten. En dan, daar heb je ook niet echt Uber Eats of zo. Nee, maar in een hotel heb je dat ook niet nodig, toch? Nee, maar als hier staat dat te komen dineren. Check vooraf onze beschikbaarheid. Ja, ik heb nog nooit van dit hotel gehoord. Maar goed, het is dus wel... Het heeft meer beoordeling dan het Conservatorium. Het is wel 9.0. We kunnen ook een toertje doen. Ja, de Lero kan ook. Dat kennen we misschien minder goed dan het Conservatorium. Ja, we wonen er echt naast. Ja, het Conservatorium ook trouwens. Maar ja, bij allebei woon je ernaast. Waldorf. Ook wel weer iets anders. Daar heb ik nog nooit geslapen. Ja, ik ook niet. Ja, dit is maar ja, zo'n soort kasteel of zo. Of een wat meer... Ja, dat is dus deze. Dat is ook leuk. Dit is ook een cool hotel hoor. Ja, dit is een beetje... En dan zit je wel in Maastricht, dus dan is het wel echt een dagje weg. Ja, dan ben je wel echt even... Ben je er echt uit. Maar ja, we moeten niet vergeten dat het vrieskou is. Ja. Dat je... Het is niet snel beslissen. Nee, we gaan zeker niet snel beslissen. Dan heb je al 3 nachten eigenlijk... of wat we kunnen doen. 3 nachten eerst Conservatorium. Of ergens in Amsterdam. En doen we het weekend hier in Maastricht. Ik hoor weer in twijfel. Nou, even opties. Ook het geen haast. True, we kunnen de hele nacht door, want we hebben morgen toch geen vluchten te halen. Mainport, Rotterdam. Anyways. Dat is het eerste hotel waar Rob en ik samen gingen slapen. Dat is leuk, hè? Dat is echt heel leuk. En we hebben er nog een keer geslapen daarna. De eerste keer dat we samen hebben geslapen, pakte ik meteen Robje zijn handbeet. Toen wist ik het. Dat ik je leven zuur gemaakt. Dit wordt lastig. Dit wordt lastig vanaf te komen, dus is nu al verliefd. Ja, dat is echt leuk. Eve, fuck, wat zuur zeg. Thank you. Ja. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. We zouden eigenlijk straks natuurlijk naar Curaçao vliegen. Maar goed. We're not going. Sarah Lizzie is weer terug naar Lars. En... Nou, wij hebben nu allebei een week vrijgenomen. We gaan even kijken wat we gaan doen nu. We hebben gisteren trouwens Sarah Lizzie haar favoriete kussentje laten liggen bij Lars, of bij Robert's vader. En die gaan we dus even ophalen. En dan breng ik die weer langs, want anders dan gaat ze echt niet slapen. Nee, gisteren is het omdat ze echt zo moe was, maar we moeten die echt wel even ophalen. Oké, het is dus geen Curaçao geworden, maar we dachten dan doen we een leuke... staycation, gewoon in de stad. We hebben een beetje gekeken naar verschillende plekken. Maar ja, dingen buiten Amsterdam waren dan toch niet met alle gemakken die we dan hier hebben. Dus we zijn lekker in Amsterdam. Hoe mooi is deze kamer. Lekker dit bad. Badkamer. Ik vind deze kleuren voor een badkamer ook zo mooi, schat. Ja, dat is echt zo. Hè? Echt dat, oh, dit vind ik ook mooi, van die grote houten deuren. Zo'n grote kamer, echt, I love it. En het allerbeste is nog, er liggen kinderkaarts. En er zit letterlijk een kaartje bij met, het is helaas geen Curaçao, maar we hopen dat je er net zo van geniet. Echt heel erg lief, dit vind ik nou echt service. Nou, wij hebben ons een klein beetje bezat op de hotelkamer. Ik heb helemaal rode wangetjes ervan. En we gaan nu eventjes, want we hebben het heerlijke uitzicht op de winkelstraat. Mijn favoriete winkel, de Zara Home. Dus we gaan eventjes kijken hoe en wat. Of er nog wat leuks te shoppen valt. En om 6 uur hebben wij een reservering hier beneden. Dus we moeten wel een beetje bij tijds ons klaarmaken. Oké, we hebben even een hele slappe poging gedaan tot winkelen. Het was echt zeer onsuccesvol. Ik heb echt niks gevonden waarvan ik een beetje dacht, dat is leuk. Nee, ja, voor vanavond. Dank u. En we gaan nu lekker in het restaurant hier beneden eten bij Tyco. Dat heb ik heel erg veel zin. Mijn telefoon. Nee, maar hij is zo hard gevallen dat er nu zo'n vlekje in zit. Oh nee, dat is de achtergrond. Grapje. Oké, wij hebben ons dus klaargemaakt. Mijn telefoon is wel echt helemaal naar de getver. Ik heb vandaag een jasje aan van Sandro en een broekje aan van Sandro. Dit topje is van Chiquelle. En mijn Isabel Marant laarzen. En ik ben net op de weegschaal gaan staan hier in de hotelkamer. Omdat hij bij mij thuis kapot was. En ik ben erachter gekomen dat sinds ik met Rob ga dat ik, even kijken, 7 kilo ben aangekomen. Oh, heb jij nog behoefte om je outfit details te delen? Ik heb weer iets blauws aan. Spijkerbroek. Bruine schoenen. That's it. Swag. Outfit inspi. En hoe snel maak je een teringzooi van je hotelkamer inspi? We zitten bij Tyco. Oh, dat vind je ook lekker, hè? Bier uit een glas. Nou, het is dus één bepaalde vis dit. Volgens mij hebben ze er gewoon letterlijk één gevangen en er alles mee gedaan. Je begint met een walnoot, dan heb je hier iets. Dan de bento box. Dan de pizza. En dan dus dit. En dan is dit het stukje van de buik en dit stukje van, I don't know. Maar echt gewoon alles hier, ook die graat en zo. Alles is gewoon gebruikt. Echt apart. En de walnoot? Die komt ook uit de vis. Ja, toch? Heel leuk. Dit is een hele aparte gang met vooral heel veel kreeft en schaaldieren. Ziet er goed uit, ja. Niet zo heel veel. Nee. Die ook gerecht zoveel wordt dan. Dan leg je het loodje. Iemand zei laatst dat je heel onverstaanbaar was altijd. Dat is goed. Klopt. Dat is expres. Dat is de eend. Komkommer erop. Oh, ja. Een beetje soja, zei hij. Dit is bief. Dit is dus eendentong, hè? Zijn? Die laatste. Oh, dat heb ik niet verstaan. Dit is eendentong. En je ziet het ook. Je ziet echt zo'n tongetje liggen. Hier, deze. Oh ja, kijk. Ga je dat eten? Ja. Dit weet ik ook niet. En dit is Japanse omelet met volgens mij een soort rijst, maar je moet het dus door elkaar mixen. Als een soort gebakken rijst of zo. Destroy the presentation, zei hij. Let's destroy it. Dit en dit met rijst moet gewoon echt. Dit moet je helemaal mixen dan. Lekker. Lekker destroy hem op. Dat lukt wel. Oké, dit ziet er echt heel erg lekker uit. Dit is allebei echt niet normaal lekker. Rob gaat nu het ene tongetje proberen. Maar met alles erbij? Ja, weet niet wat jij wil. Of gewoon het tongetje los. Dat is wel lekker. Ja? Heel apart. Apart is niet vaak een goed teken. Jawel, het is heel lekker. Maar de textuur is heel apart. Echt een tong? Nee, het is helemaal niet moeilijk te eten of zo. Heel zacht. Ik zou het graag willen vertellen, maar ik heb het niet verteld. Same. Er zit iets van peer in. Een soort peerijsje. Het lijkt wel cheese dat die zijn. Ja, dat dacht ik ook op een gegeven moment. Ik dacht van peer met kaassaus. Nou, de groeten, hon. Goedendag. Nou, wij hebben de afgelopen 12 uur aardig wat meegemaakt. Pech. Nou, het was natuurlijk ontzettend jammer dat de vakantie niet doorging, maar goed, overheen gezet. Gisteren echt een super gezellige avond gehad. Heel lekker gegeten. Heel lekker gegeten, lekker ingecheckt. Lagen we lekker te ronken. En toen om 5 uur, kwart over 5. 5 uur, kwart over 5 ging de telefoon van het hotel. Maar eerst dacht ik nog van, is er iets fout gegaan dat we moeten uitchecken? Weet je, dat heb je toch als je eerder moet uitchecken of... Ja. En toen zag ik de tijd en dacht ik, dit is niet goed. Ja. En toen nam jij op En wat zei hij toen eigenlijk? Hij zegt, hij noemde de naam van mijn moeder. Hij zegt, die probeert het te bereiken. En die heeft nu het via ons, via de receptie geprobeerd. Zo, dan je moet daar echt even bellen. Echt gewoon een hartverzakking krijg je dan. Ja, ja. En toen belde ik haar. En toen zei ze dat er contact was opgenomen vanuit de politie. In Vinkeveen. Ja. En toen had de buurman dus gebeld, omdat die gelijk worden. Ja. En een inbraak, of tenminste inbraaksporen zag. Dus toen, ten eerste dacht ik echt dat ik een mental breakdown. Maar aan de telefoon zeiden ze dat ze een uur binnen waren geweest. En het was echt van, er is ingebroken en ze hebben een uur de tijd gehad. Ja. Dus ik dacht gewoon echt, mijn hele huis, alles ligt overhoop. Dan ben je zo machteloos. Gewoon, dan denk je echt van, oh my lord. Ja. Zo irritant gewoon. Nou goed. En dan wil je het ook echt niet onder ogen komen. Maar toen gingen we dus in de auto naar mijn huis. En toen stond er dus politie voor de deur. Ik dacht eerst nog, stel voor dat ze nog niet zijn, weet je wel. Dat je ook nog een half uur voor je eigen deur moet gaan staan wachten. Ja. Maar ze konden dus niet door de deur heen. Wat dus eigenlijk heel raar was. Omdat die deur was dus helemaal gesloopt. Dat slot. Dus die ging niet meer open. Maar ook niet dicht. Ik kon letterlijk niks meer met die deur. Het is echt... Nou, een ziek goed beveiligde deur dus. Maar die hebben ze dus niet open gekregen. Maar goed, toen zeiden ze dus... Ja, ze hebben een uur de tijd gehad. Dus dan... En ik stond toen nog buiten. Hè? En nou, ik zag echt gewoon... Alles bij de voordeur was gewoon vernield. Het hele glas ernaast, maar dat is dus ook speciaal glas waar je niet doorheen kan. Dus nou, het was gewoon echt, alles was helemaal kapot. En elke kant van de deur hadden ze het geprobeerd. Dus kwam ik later ook binnen. En toen zei jij al, van volgens mij is er niks weg. En toen dacht ik, huh? Ja, ik kon niks vinden waarvan ik dacht, het was een beetje een bende. Ik dacht, het kan jij geweest zijn. Of een inbreker. Ja. Maar ik kon niks zien wat weg was. Nee. En... in Sarah-Lizzie de kamer had ik mijn koffer ingepakt voor Curaçao nog. Dus ik had gewoon al die kleding daarheen geflikkerd. En dan ging ik sorteren wat ik daar ging doen. En ik had de helft ingepakt. En dat stond weer in de koffer in de slaapkamer. En dus het was best wel een zootje. Maar niet meer een zootje dan wat ik zelf had achtergelaten. We hebben uiteindelijk de camerabeelden gekeken. Want die zijn er. En van de buren en van onszelf. Zie jij het, Gerrie? Stanley. Oh mijn god, dat hij het ook in de gaten houdt. Ja, wat ziek. Ja, Stanley dan, hè, bedoel ik. Oh ja, ook ziek, ja. Ja. Nou, Stan kwam ook meteen, echt super lief. En politie super goed geholpen. Ja. En zijn sporen opgenomen, er is gelijk iets voor het raam geplaatst. De deur wordt nu gefixt. Er is dus niks weg. Alles wat soort van interessant zou kunnen zijn, is nu ook niet meer hier. Dat heb ik gewoon allemaal, het is me niet waard. Gewoon eruit. En we hebben dus op de camerabeelden kunnen zien hoe lang het heeft geduurd om binnen te komen. Wat uiteindelijk dus niet eens is gelukt. Nee, nou echt bijna een uur. Een uur, ja, letterlijk. Met koevoet, met hamers, met van alles. En ze kwamen er niet in. Nee. Dus... van alle dingen die er hadden kunnen gebeuren, met dat wij niet thuis zijn, dat Sarah-Lizzie gelukkig bij haar vader slaapt, dat niet mijn moeder hier was met haar, of dat wij hier gewoon überhaupt zelf waren, of dat alles hier is vernield. Ja, het enige wat is vernield is inderdaad de deur, wat echt kut is, want we hadden gewoon een heerlijke staycation en we hadden lekker van alles gepland vandaag. En we zitten nu echt al vanaf, wat is het, hoe laat waren we hier? 5:30 of zo? Zoiets, ja. Zitten we hier al te wachten tot dingen geregeld kunnen worden en aangifte, bla bla bla. Dus het is echt gewoon de zonde voor woorden van je tijd. Maar ook vooral van de mensen die geprobeerd hebben in te breken. Van hun tijd. Van hun tijd. Ontzettend zonde. Ja. Al kost het ons nu in ieder geval meer tijd. Ja. De hele dag politie en... sloten maken, raam maken. Ja. Nee, je kan me opnemen, dan ga ik zo wel verder. Maar goed, het was dus een beetje een... uiteindelijk, nu ik het een beetje kan relativeren, ben ik heel opgelucht en blij. En is er niemand gewond geraakt. Of nou, zijn de vernielingen minim. En ja, uiteindelijk is natuurlijk je veiligheid voorop. En ik ging er eigenlijk al vanuit, toen we gebeld werden vannacht, dat mijn hele huis overhoop was gehaald, zeg maar. Ja. Ja, het kon een stuk erger. Ja. Dus wat dat betreft is de schade beperkt gebleven. En nou ja, over mensen die erop uit zijn om dingen van mensen te stelen. Die gewoon werken voor de dingen die ze hebben, vind ik echt ongekend. Ja. Ja, vind ik, ja. Je zal dan wel in een bepaalde situatie zitten waardoor je door de boom het bos niet meer ziet of whatever. En je denkt dat dit de enige oplossing is. Of je denkt er gewoon heel makkelijk over. Ik weet het niet. Ja. Maar ik vind het echt niet te doen. Want je maakt de mensen ook heel... Je geeft ze echt een heel onveilig gevoel in hun omgeving die juist veilig zou moeten zijn. Dus dat vind ik vooral het meest kwalijke. Maar goed, dat boeit ze waarschijnlijk niet. Ik denk het ook niet. Weet je wat ik zag? Dat die overvallers van Nicky de Jager gearresteerd zijn. Oh. Zijn ze herkend of zo? Ik heb geen idee. Maar goed, hè? Ja. Dat hoor je echt nooit. Nee, weinig. Ja. Nou, laten we hopen. Ja, heel... nou, laten we hopen dat ze gewoon gerechtigheid krijgen. Gevangenis. Ja. Op zijn minst inderdaad, ja. Gevangenis. Ja. Oké, nou. Dus tot dusver. We wachten nu tot de deur gemaakt wordt. En ja. Ik heb echt het gevoel dat het bedje in het hotel nog warm is. We zijn er zo ja, abrupt uitgevlogen gewoon. Maar goed. Er zijn altijd ergere dingen op de wereld. En gelukkig heb ik jou. Nou, dat is lief. Als ik jou niet had, ook ja. Natuurlijk. Maar als ik jou niet had, dan was ik echt en vrijgezel. Dat ook. En helemaal had ik echt helemaal niet geweten wat ik moest doen. Nee. Ik denk dat ik dan echt van ellende niet hier naartoe was gekomen. Je wilde het niet onder ogen zien. Nee. Ik had echt de telefoon opgenomen en gezegd. Ja. Ja. Kunnen we niks meer aan doen? Nee, ik kan er toch niks meer aan doen. Maar dan ben je toch wel opgelucht dat ze niet binnen zijn geweest en ja, zeker. Dus dan ben je toch wel blij dat je snel ter plaatse bent. Ja, absoluut. Absoluut. Maar gewoon ook echt in die tijd van dat je wakker wordt gebeld en tot je hier aankomt, weet je zo niks. Dat is helemaal stress of zo. Nee. We hebben ook echt niks tegen elkaar gezegd. Nee, echt niks, hè? Nee. Ik zei 1 keer tegen jou, waarom rij je zo zacht? Ja. Dat is de enige. We hebben echt niks tegen elkaar gezegd. Nee. Maar ben jij dan ook zenuwachtig? Ja, tuurlijk. Je weet toch niet wat je aantreft? Nee. Ik vond het voor jou gewoon vooral heel erg kut. Ja, het enige wat hier voor jou ligt is een onderbroek. iPad. Meteen kijken of je er was. Ja, is dat het eerste wat je hebt gedaan? Tuurlijk niet. Nou, we kunnen weer lachen hoor. Ja. Oké, zoals je hoort... Dat is niet Robert die naar de wc gaat, maar het nieuwe slot wat erin wordt gezet. En nou, hopen dat het allemaal een beetje opschiet, want het is inmiddels 3 uur en we zijn letterlijk al vanaf. Het is 4:30 wakker. En in de weer, terwijl we echt een heerlijke relax dag zouden moeten hebben eigenlijk. Nou, en dan, net zoals gisteren, ongeacht de occasion, altijd zelf de slingers op blijven hangen. Is dit lang? Of zijn ze even groot, denk je? Zo'n hele lange poot. Wij gaan even lekker de spa in. Oh ja, medium. Heerlijk, we hebben een massage geboekt. Daar kijk ik al de hele dag naar uit. We hadden hem eigenlijk vanochtend geboekt, dus ik was al helemaal... Je zak en als het hier niet door kan gaan. En ik ben gek op massages. Dit is lekker ook. Die hou ik. Die hou ik. Die neem ik mee. Als ze nemen wat van mij is, neem ik wat van hun is. Allemaal gaan roven. Nee, dit is echt heerlijk. Nou, ik ga even uittunen. Wil jij nog iets zeggen? Nee. Oké. Sorry. Mocht jullie kijken. Robert zei iets heel onaardigs. Ik zal het maar even uitknippen. Nee, dat vergeet jij. Nou, wellicht. Klaar. En dan je vergeet zo, alles. Dan zal iedereen... Je vergeet alles. Je vergeet. Je vergeet ook alles. Dan zal iedereen zien wat je ware aard is. Maatje van de bovenste plank. Hey. Hoe vond jij de spa? Ja, dat is wel lekker, ja. Ik ben echt... Na alle ellende... weer helemaal opgeladen. Ik moet zeggen dat we ons natuurlijk niet aan moeten stellen. Want we zitten echt helemaal lekker. Maar... Rob en ik hadden het nog even over dat het hele stukje over de inbraak. Dat we daar nogal lacherig over deden. En natuurlijk vinden we het absoluut niet grappig. En heb ik letterlijk de hele nacht niet gefilmd. Omdat ik zo boos en verdrietig en helemaal gestrest was. Maar goed, ja. Het heeft ook geen zin om erin te blijven hangen. Dus dat proberen we niet te doen. Toch? Ja. Een beetje een reactie, denk ik. Oh. En ja, als je een beetje de slingers op wil hangen, dan moet je lekker je pornolaarsjes aantrekken. Dus dat doe ik vanavond. Naast een keurige jongeman. Dank je. Jij ook. Let's fucking hit the road. Wij zitten weer bij Tyco. Top. Het ziet er zo top uit. We hebben een heerlijke tonijntasting. Oh, ik heb hier echt godvergeten zin in. Hoe lang is het? Ja, alcoholvrije champagne. Je moet... ja. Oh, heerlijk. Hoe lang geleden heb je zulke lekkere of goed kwalitatieve dingen gegeten? Ja, ik ga nu beginnen. Het ziet er in ieder geval top uit. De lekkerste? Ja. Wij hebben net echt zo lekker gegeten, toch? Ja, echt top. Ik denk eigenlijk wel een van de betere Japanse stijl plekken in Nederland. Ja, echt heel lekker. Echt zo lekker. En ik heb eerder een keer bij Tyco gegeten, ik denk 2 jaar terug of zo. En toen was ik er niet weg van, terwijl iedereen altijd zei dat het zo geweldig was. Toen dacht ik, ja, leuk voor jullie. Maar ik voel hem niet zo. Maar dat was gisteren en vandaag wel echt anders. Ik vond het echt heerlijk. En ik heb echt alsnog mega van deze dag. Ondanks dat 12 uur van deze dag bestond uit politie, een aangifte, wachten op slotenmaker, alles veranderen, systemen inschakelen, camera's, extra. Ja, was het toch nog uiteindelijk een hele fijne dag. En hebben we lekker kunnen genieten van een massage. Lekker gegeten. En dat ook nog eens in deze tijden. Dus daar ben ik in ieder geval heel erg dankbaar voor. Dus nu lekker slapen. Want ik ben echt... Ik viel tijdens de massage ook in slaap. Ik ben zo moe. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En... nou, we hebben niet echt uit kunnen slapen. Ik ben echt heel veel wakker geworden vannacht. Ik ging de hele tijd kijken op die camera's. En jij was ook nog wakker toen ik wakker was ook. Oh ja, tot midden in de nacht. Ja. En nu wordt het raam gerepareerd en iets met internet gefixt. En I don't know, dus nu weer zombie modus terug naar huis. Oké, het is inmiddels alweer 1 uur en er zit een nieuwe ruit in. En nog verbeterde ruit zelfs. En Ziggo is net ook langs geweest om alles qua internet te fixen. Stonden dus om 8 uur voor de deur en dat wisten we helemaal niet. Maar het is nu 1 uur, dus het is allemaal wel helemaal gefixt. Tenminste, ze komen maandag nog even terug. Maar nou ja, eigenlijk is alles nu helemaal top. Ik kreeg een berichtje van iemand die zei, what the fuck, eerst ben je ingebroken en daarna ga je samenwerkingen posten en lala. Nou, ten eerste... Stel mij dat alles weg was geroust. Ja, dan moest ik inderdaad werken om weer geld te verdienen. En ten tweede, ja, het heeft toch geen zin om ergens in te blijven hangen. Je moet gewoon weer doorgaan. En Ja, I don't know. Het is gewoon echt... Of ik kreeg ook een bericht van iemand. Dit vond ik ook zo bizar. Nou, wij sliepen in een hotel. Gewoon omdat we daar zin in hadden. Omdat we niet op vakantie gingen. En ik keek gewoon wat top. Trouwens, ik heb jullie nog helemaal meegenomen in het boekproces. En het was gewoon... we hebben gewoon betaald voor die overnachting. Gewoon ingecheckt. Gewoon, ja, ze hebben wel leuke aanbiedingen bij het hotel. Dus 2 nachten blijft dat je er eentje gratis kan blijven. Maar goed, dat heeft natuurlijk geen fuck te maken met wie ik ben. Dus toen reageerde iemand: walgelijk rijke mensen gratis in hotel. Er zijn zoveel arme mensen die nooit weg kunnen. Ik zou me doodschamen. Echt waar, idiote wereld. Dus ik reageer: waar heb je het over? Betalen gewoon voor iedere nacht waarin we in een hotel slapen. En wat een ontzettend onsympathiek bericht. Dat zeiden ze gisteren op tv, dat jullie er gratis mogen. Oké, tv bestaan ook te smurven. Ik zeg, je moet niet alles geloven wat je hoort op tv. Gelukkig maar. Dus ik werk hard en als ik in een hotel wil slapen, betaal ik daarvoor en dan wil ik ervan genieten. Reageert ze, zo hoort het ook. En dan, by the way, al zou het gratis geweest zijn, waarom zou je het iemand dusdanig misgunnen dat je dan zoiets gaat sturen met idiote wereld en ladila. Als ik ergens gratis overnacht, is dat soms in samenspraak met een hotel voor promo. Dus dat is letterlijk, ja, dan heeft het hotel er ook wat aan. En ja, daar komt dan bij dat het voor mij kosteloos is. Wat dus voor de duidelijkheid in dit geval niet zo is. Ik snap gewoon, sommige mensen zijn zulke misgunners. Echt, gun ieder wat. Gun je vrienden, gun je familie, alles. Jaloezie is zo'n slechte eigenschap. Zorg gewoon dat... Ja, het maakt jezelf ook zo negatief. En zorg gewoon dat je in iedere situatie, weet je wel, ook... Nu met die inbraak denk ik, ja, fucked up. Maar ik heb echt een fabulous leven. Prachtig kind. Fantastisch leuke vrienden. Ze hebben echt nog steeds hartstikke gezellig samen. Ja, so be it. Ik heb wel echt een kutnacht gehad omdat ik dit wakker werd. En de camera wilde gaan checken. Maar ja, verder. Moet ik nog 100 jaar gaan huilen hierom? Nee, dat ga ik gewoon niet doen. Long time no Sisi. Ben je maar zat? Dag wie. Wij hebben vandaag zelfs gesport. We hebben echt heel lekker geluncht. Was echt helemaal geen hoend. En toen zijn we lekker gaan sporten. Was ook geen hoend. En nu hebben we lekker eten besteld. Nou, kijk deze burger. Oh my lord. We kunnen ook een mukbang opnemen nu, schat. Sashimi, spruitjes, frietjes. Rob vindt dus het zo goor en irritant dat ik mukbangs kijk. Omdat mensen dan met hun mond vol praten. Maar goed, dan heeft hij mijn eigen mukbangs nog niet gezien. Want ik ben precies zo. Kom je? Ja. Neem je dat flesje wijn ook lekker mee? Oh, lekker colaatje ook. Oeh. Auw. Dat geluid van dat signaal van Ziggo. Wil jij ook een colaatje? Nee. Oh. Water. Oké. Ga je tegenover of naast me zitten? Tegenover je, denk ik. Hoezo? Ja, voor de mukbang. Oh, haha, joh. Bokkie op. Bokken nu. Dank je wel. Oh. Liggen er prins heerlijk bij. Misschien moeten we wat verder kijken qua locatie ook. Het is nu alweer een beetje mijn horizon te verbreden. En dan denk ik, ja, er zijn ook zoveel leuke dingen. Ja, Monica had ook gelijk, hoor ik tussen neus en lippen door. Ja, maar ik bedoel gewoon qua locatie in Amsterdam. Frietje van opeten. Ja. Is goed. Nog een beetje dip. Een frietje van de cola. Welkom bij een nieuwe mukbang. Rob, kijk me aan, want dit ga je dus niet menen. Oeh, heet. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het was ons laatste nachtje hier. We gaan even ontbijten. Dan gaan we spullen pakken en dan gaan we naar huis. En we gaan vandaag iets doen wat ik echt al super lang wil. We gaan namelijk naar het Anne Frank Museum. En normaal gesproken kan je daar gewoon echt niet heen, omdat... het altijd druk is met toeristen. En aan het begin van corona gingen dus heel veel mensen die altijd denken, het is druk met toeristen, dus ik ga niet. Gingen toen. En toen was het ook echt eigenlijk onmogelijk om in te plannen. Maar ik ging dus van het weekend kijken of van de week kijken. En voor vanavond waren volgens mij echt nog 48 plekken of zo. Dus dat is top. Oké, zullen we gaan ontbijten, schatje? Mm-hmm. Ik ga nog even een beetje mijn wenkjes bijtekenen. Ik kan dus echt slecht inpakken voor een paar dagen weg. Ik heb nu echt een bij elkaar gerept zooitje aan. Letterlijk, nou, deze trui is van Chiquelle. Die vind ik trouwens heel mooi. Ik ga nog even een leuke shoplog daarmee doen. Want ik heb allemaal nieuwe dingen besteld. Ik vind dit echt heel chill. Dan heb ik letterlijk gewoon een sportlegging eronder. En deze sneakers. Dus dat is niet de ideale outfit. Ik heb gewoon verder niks meer. Ik merk dus ook echt dat ik niet meer uit mezelf kan uitslapen. Dus vroeger vond ik het altijd als je om 12 uur moest uitchecken bij een hotel. Ja, dan werd ik echt om 11:55 wakker en dan ging ik mijn spullen pakken. Maar nu word ik echt gewoon om 8 uur wakker of zo. Het is nu 10 uur, we zijn gedoucht en klaargemaakt. Kunnen rustig ontbijten en dan nog rustig de spullen pakken. Nou, dat had ik voorheen echt nooit. Altijd haasten. Ik vind het zo lekker dat ik mijn wenkbrauwen weer gedaan heb, dat je ze echt maar minimaal hoeft bij te tekenen. En ik heb uiteraard al highlighter op, maar ik ben dus zo'n fan, dus ik heb deze highlighter op, zo'n fan van de nude highlighter van de Momo lijn, die alleen bij Kruidvat verkrijgbaar is. Ja, ik heb nu dus al op, maar ik wil het ook niet too much maken. Maar hij is gewoon zo mooi. Ik vind die van de nude heel mooi. En ik vind die van de Gold Kit ook super mooi. En die van Red is zeg maar een beetje meer blush-achtig. Die is dit. Eigenlijk een beetje peachy. En dat is ook wel heel leuk. Want die kun je dan gewoon hier aanbrengen. En ik vind de nude lip heel mooi. Ik vind die rode natuurlijk ook prachtig. Alleen met de nude is het net iets natuurlijker. Het komt heel dicht bij mijn eigen lipkleur. En ja, die rode, dat doe je eigenlijk echt alleen maar of als je iedere dag rode lipstift op hebt. Of als je een soort gebeurtenis hebt waarbij je denkt, ik pak even uit. Maar dit is echt zo'n ontzettend mooie kleur. En hij is heel makkelijk aan te brengen, want hij is dus liquid en dan droogt hij straks mat op. We komen aan bij Robert. En hij zegt altijd dat het in mijn leven nooit saai is. Maar dat van hem ook niet. Want de rookmelder is leeg. Kijk uit. Schat, dit ga je niet lezen. Lees even wat er staat. Lees jij even wat er staat. Druk een schroefdraaier in met snoep. Echt? De melder van nieuw af. Dit is een mesje of zo? Nou, dat zou jij wel weten, het is jouw keukenschat. Heb je iets van een mesje of zo? Zeker te weten. Oeh, wat een kutgeluid. Hij heeft het er warm van. Je kunt het natuurlijk ook gewoon vanuit hier doen, hè liefje? Ja, dat kun je net zien. Heb je dat niet? Ligt je kist niet boven? Jawel. Zal ik even een schroefdraaier pakken? Zal ik even een schroefdraaier pakken, schatje? Ja. Ja, misschien is het al het hele weekend zo. Wat voor maat? Hé, moppie? Zo klein mogelijk. Zo kort. Say no more. Dit moet volstaan. I guess. Zou je hem niet eronder zetten? Of is dat net kort? Wij gaan de horten op. We gaan namelijk naar een leuk delicatessenzaakje. Waarvan Robert denkt dat ik het leuk vind. Dit vind jij mooi. Ik ben benieuwd. Hebben ze ook leuke serviesjes en zo? Dat zeker. Of gewoon gedroogde worsten met blokken kaas. Je maakt altijd zulke borrelplankjes. Dan vind je dit een topwinkel. Heel veel zin in. We kunnen vanavond ook een lekker borrelplankje maken met whisky. Tuurlijk. Kan altijd. Ja, vooral over kaas. Ja, ik hoor niks geks. Kunnen we lopen of gaan we het? Ja, nee, lopen. Oké. Okay. Zo zie ik je het liefst, Mop. Met de worst in je mond. Cheers. Wij zijn lekker aan het inkopen. We gaan vanavond lekker borrelen. We hebben heerlijk lekker spulletjes bij het borrelzaakje. Echt, Rob had helemaal gelijk. Was helemaal mijn zaak. Helemaal jouw winkel. Nu hebben we lekker een hotdogje. En nu gaan we erwtensoep halen. Hier hebben we zo'n zin in. Oké, wij zijn net naar... links, ja, toch? Vandaag niet. Het wij zijn net naar het Anne Frank Museum geweest. En ik vond het echt... Nou, het is ten eerste bizar dat het niet zo druk is. Dus dat je overal gewoon kunt lopen. Maar ik vond het echt bizar. Ik vind het zo knap hoe ze al die dingen bewaard hebben. En zelfs een stukje film van haar. Tenminste, is één bewegend beeld van haar. Maar dan denk ik van, wie heeft dat gefilmd? En hoe is diegene erachter gekomen dat dat dus zo belangrijk was? En als ik nu al denk aan mijn eigen home video's van vroeger, denk ik, nou, de helft zal wel niet meer terug te vinden zijn, weet je wel. Mijn moeder die heeft ooit videobanden laten omzetten naar een dvd. En dat was al heel gedoe, weet je wel. En dan denk ik, hoe met wat is het gefilmd dan destijds en hoe is dat bewaard gebleven? Dat is echt heel knap. En dat knikkerdoosje vond ik ook echt bizar. Wat is er dan gebeurd, hè? Ja. Maar goed, ja, dat knikkerdoosje, wat zei jij? Nee, dat het inderdaad allemaal bewaard is gebleven. Het is allemaal zo mooi gepresenteerd ook. En gewoon indrukwekkend museum. Ja, echt. Hè? Ook dat kaartje wat zij nog als laatste naar familie hebben gestuurd en zo. Ja. Ja, echt heel ziek. Maar goed, ik denk wel een goede tip, aanrader, als je daar altijd al een keer heen hebt gewild. Of misschien niet, maar... Je moet er geweest. Wekt het wel je interesse? Ik vind inderdaad, je moet er geweest zijn. Dan is het nu in deze tijden wel echt een aanrader om te gaan. Omdat normaal die wachttijden ook echt niet normaal zijn. Wij zijn lekker aan het koken. Lekker snertje van Van Dobbe gehaald. En lekker kaasfonduutje aan het maken. En lekker hapjes. En onze Prince Charming. Onze knecht. Is er ook. Dit is dus de beste vriend van Rob. En hij doet dus mee dit seizoen aan Prince Charming. Dat is de Bachelorette. Nieuw-Zeeland, 16 december jongens. Spannend! Goedemorgen, het is vandaag zondag. En Rob gaat even een koffietje halen. En we hebben het weer dicht niet besteld. En, oh, nou, mijn eitje is gevallen. Maar ik ga het weer even op het bord leggen. Zoveel zin in dit. Echt niet normaal lekker. En we gaan nu even lekker een rondje door de stad lopen, want het is helemaal niet zo koud vandaag. Dus gewoon een beetje wandelen. En om 4 uur gaan we lekker sporten. Daar heb ik ook heel veel zin in. Heb jij mondkapjes? Ik heb er 1, maar die heb ik al wel gebruikt. Wil je niet hoor? Wellicht. Dankjewel. Mijn vriendje is de enige persoon op aarde die Off-White sneakers koopt. En dan dit eraf wil hebben. Maar goed, dat past beter bij hem. Dus helemaal akkoord bevonden. Alleen, het gaat er gewoon niet zo makkelijk af. Wat zeg je? Wat een rot dingen. Wat een rot dingen. Hoor ik hier. Nee. Dus je hoeft maar 1 keer te strijden. Kijk eens. Heb je wel? Ja. Hoe dan? Gewoon het mes het werk laten doen. Oh. Hele leuke schoenen. Toch? Ja, dat is zo. Voor het afhalen. Het mannetje is helemaal geslaagd. Ja, super leuk onder deze broek ook. Past er helemaal bij. Weet je dat iedereen in de comments altijd vraagt of zegt dat jouw... Wacht even, opnieuw. You can't. Iedereen zegt in de comments altijd dat jouw huis zo leuk is. Ja, is het ook toch? Ik vind... Erg thuis hier. Ja, ik vind dit ook zo knus. Oké, ik ga weer richting huis. Ik ben net even langs Jumbo geweest om boodschappen te doen. En we zijn eigenlijk het hele weekend verder bij Rob gebleven. Eigenlijk ook omdat ik het niet echt heel chill meer vond om terug te gaan naar huis. Voelde dan toch een beetje onveilig, kut. En I don't know, het geeft zo'n vage bijsmaak aan je veilige en chille leefomgeving. Ik was altijd zo blij met dat huis, ik voel me daar zo thuis. Als we daar binnenkomen zeg ik altijd tegen elkaar van hoe lekker is het hier ook. Maar goed, ja. Dat is nu dus een beetje, ik hoop dat het weer slijt en dat het wel weer fijn wordt. Maar goed, nu dus weer richting huis. Het lijkt ook altijd alsof, tenminste ik geloof daar echt mega erg in, dat in energieën en banen en hoe je leven loopt zeg maar. En dat negativiteit ook negativiteit aantrekt en positiviteit, dat je daarmee positieve dingen aantrekt. En ik heb echt het idee dat de afgelopen 2 weken of zo negatief waren. Ik zat ook gewoon niet zo lekker in mijn vel of zo. En dan ging die vakantie niet door. Oh ja, wat ik trouwens ook zag is dat heel veel van die wannabe nieuwsachtige sites een foto van mij hadden genomen waarin ik aan het huilen was in mijn vorige vlog. Omdat ik het lastig vond om Sarah Lizzie los te laten. Dat mensen daarbij een artikel gingen bijschrijven van Monica Geus moet huilen omdat ze niet naar Curaçao kan. En daar gaan natuurlijk wel allemaal mensen onder reageren met wat een dom wijf en la la. Nee, ja tuurlijk vind ik het jammer. En het stond gepland en heerlijk. Even een week uittunen lijkt me top. Maar ja, het is een weloverwogen beslissing. Als ik het echt zo erg vond, dan was ik wel gegaan. Maar dat is gewoon, ja, ik heb er juist goed over nagedacht en dacht hoe belangrijk vind ik het? Ik ga gewoon niet. Dus, maar ik had het eerst gewoon wel even gepost op Instagram, want ik dacht ja, ik vond het toch lastig. We zouden letterlijk een paar uur later gaan vliegen en ja, wat doe je dan? Alles was geboekt. Maar anyway, we zijn dus niet gegaan en dikke prima, natuurlijk. Ik vond het jammer, het is balen, maar inderdaad niet zo erg balen. Of tenminste, voor ons hadden we zoiets van, het is echt niet het einde van de wereld, boeien. Maar ik had het over die negatieve dingen en ik heb echt zo het idee dat de afgelopen 2 weken weer in zo'n negatief. En ik had ook heel erg dat ik niet meer mijn comments of mijn DM's las van mensen. Omdat dat vaak, ja, mensen reageren openbaar wel heel vaak leuk. Maar als je echt met een nep-account privé op mij een berichtje gaat sturen, dan is dat, ja, ik weet niet. Waarom zou je dat anoniem doen en zo? En dus ik had gewoon met mezelf afgesproken, lees dat soort dingen gewoon niet. Want daarvan raak je echt in zo'n down mood. En dat deed ik dus de afgelopen 2 weken wel. Ik weet niet, als ik me kut voel, lijkt het ook wel alsof ik op zoek ga naar dingen waardoor ik me nog kutter ga voelen op de een of andere manier. Maar morgen is weer maandag en ik heb gewoon zoiets van, we gaan het roer weer helemaal omdraaien. Ik heb ook echt het gevoel, of ik geloof er echt in, dat je dat helemaal zelf in eigen hand hebt. Hoe je omgaat met situaties en het leven. En ja, deze week was gewoon echt totaal ruk. Maar ondanks zoveel dieptepunten, het waren gewoon de situatie met Sarah Lizzie en Lars. Ik vind ook, ik kan het echt veel beter loslaten, goed contact. Morgen komt ze ook weer lekker op mij slapen. Gaat beter, het was gewoon echt even dat wennen. Nou ja, die inbraak is natuurlijk gewoon super kut. Ik had gewoon echt een bizarre shock in mijn lijf, omdat ik heb gewoon echt geen goede ervaring met, as if er goede ervaringen met inbraken bestaan, maar ja, ik weet niet. Dat vind ik altijd heel... Ik word daar gewoon echt... Ik krijg een soort benauwend gevoel van. En het is natuurlijk jammer dat ze niet op vakantie gingen. Maar los van dat wil ik dus zeggen. Wat een onsamenhangend verhaal, zeg jeetje. Maar los van dat heb ik echt zo'n chill weekend gehad met Rob. Gewoon... Ja, ik weet niet. Ik heb het gewoon hoe dan ook super leuk met hem. Het is altijd zo gezellig. En ik heb nu echt al helemaal zoiets van, wat heb je nou nodig in je leven? Echt helemaal niks. Behalve lieve mensen om je heen. Mensen die van je houden en mensen om van te houden. Dus dat is een beetje de moraal van het verhaal. Volgende week een hele hoop positiviteit. Hoop ik. Nou, hoop ik niet. Dat gaat gewoon gebeuren. Je hebt het zelf in de hand. Wij zijn weer thuis en ik ben de kast weer aan het opruimen. Ik had het een tijd geleden helemaal netjes gedaan en toen was het weer een zooi. En ik heb een halve aflevering van de Home Edit gekeken, dus nu ben ik weer helemaal triggered. Maar wat zijn nou de allerbeste opruimbakken in dit soort kastjes? Ik vind deze heel fijn. Die zijn van Mepal volgens mij. Ja, M-E-P-A-L. Alleen, ik wil ook grotere en ik wil kleinere. Ik wil gewoon de perfecte formaten. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Wat ik gisteren al zei. Nieuwe week, weer positief tijd. Ik moet even een pakketje ophalen van Ziggo postkantoor. Want die komen vanmiddag om alles weer helemaal te herstellen. En daarna ga ik sporten. En dan 's middags komen de mensen van Ziggo. Dus, en daarna tussendoor moet ik gaan monteren. En slaapt Sarah Lizzie lekker bij ons een nachtje. Oké. Ik had helemaal zin om een week positief te beginnen. En toen kwam het nieuws op waarschijnlijk een hele heftige lockdown. Heftiger dan dat we volgens mij tot nu toe in de hele coronacrisis gekend hebben. Ja, en ik heb dus woensdag een afspraak voor mijn haar. Ja, echt first world problems, I know. Maar kijk, dit is dus mijn haar. Het is echt op zijn allergrootste max van uitgroei. En ik had eigenlijk dus bedacht dat ik woensdag naar de kapper zou gaan. Als het meest uitgestelde bezoek ooit. Maar ja, als die regels vanaf vandaag ingaan, dan moet ik het dus vandaag doen. Dus het liefst wil ik wel eigenlijk meteen naar de kapper. En het kan dus ook vanmiddag. En ik ga eerst trouwens nog even sporten. Nou, dat is waarschijnlijk ook tot en met het nieuwjaar niet mogelijk. Dus nou, daar ga ik nog even van genieten. Dan ga ik dus hopelijk naar de kapper. Even gewoon heel snel alleen de scheiding bijwerken. Ja, so be it dat dit dan maar een groot bruin vlak is. Oh, wat een ellende. Wat vreselijk dit. Maar goed, wat ik eigenlijk wilde zeggen is... Ziggo is echt helemaal top. Want ik moest dus een pakket ophalen bij een afhaalpunt. Omdat Ziggo dus vanmiddag zou komen. Maar het is er dus nog niet. Tenminste, ze konden het niet bij mij bezorgen. Dan gaat het weer ergens naar het sorteercentrum. En dan wordt het naar een postkantoor gestuurd. Maar dat is dus pas vanaf vanmiddag. Dus ik belde het even. Nou, dat is geen probleem. Het ging helemaal een andere oplossing bedenken en zo. En ja, echt alles was super snel geregeld. Dus normaal gesproken hoor je dan toch altijd van ik heb 6 uur in de wachtrij gestaan. En het is nog niet gelukt. Nou, volgens mij is het... gewoon echt in één keer helemaal goed gegaan. Dus echt top service van Ziggo. Nou, het is waarschijnlijk letterlijk de laatste training van het jaar. Echt tegen Ziggo, ja. Oh, maar we gaan... Tenminste, ik ga helemaal dood. Willemijn kan het nog wel aan. Oh, getverdemmen. Ik vind liggende dingen nooit zo erg. Waarom moeten mensen als het weer open is naar jouw gym? We zijn hier van de allerleukste, vetste, volste, tofste gym van Amsterdam. Ah. En de beste boxen van Amsterdam. Ja, dat is wel waar. Ligt eraan in welke gewichtsklasse, denk ik, maar... Of gewoon van alle. Goed. 15 seconden. Ga maar werken. 3, 2, 1. Lange zakken, man. Kijk, dat is karakter. Karakter, man! Ja, ja. Oké, ik heb net echt... weer ziek zware training gehad. Maar het is dus echt mega lullig, want Menno, de personal trainer, heeft dus net een nieuwe gym geopend, Sin City in Amsterdam. Een echt super mooi top gym. Nou, fucking harde trainingen gewoon. Dus echt, als ik daar ben geweest, ga ik altijd echt tot mijn max. En je merkt ook wel echt dat je dan snel progressie weer maakt, omdat je gewoon echt tot je uiterste gaat. En super aardige gast, professional kickboxer geweest. En hij is echt net een paar weken, misschien 2 weken of 3 weken dat we daar niet trainen. Nee, niet eens. Ik denk, ja, dit was de 3e week. En dan moet hij nu zijn gym weer sluiten voor een maand. Nou goed, het is natuurlijk voor iedere sportschool, horeca, winkelier. Echt voor iedereen die getroffen wordt is het natuurlijk erg. Maar ja, echt super lullig. Dus ik hoop... schade een beetje beperkt. Ik vind het ook zo zuur voor juist nieuwe BV's die dan dit jaar zijn opgericht en nog niet vorig jaar winst hebben gemaakt. Dat die dan ook allemaal geen recht hebben op die tegemoetkoming. Want ja, dan juist heb je al je kapitaal of je startkapitaal erin gegooid. En dan heb je dus eigenlijk gewoon dikke pech. Dubbele pech. Ik denk dat iedereen dit jaar als een pechjaar beschouwt. Maar goed, oké. Als het goed is wordt het internet nu thuis gefixt. Ik ben snel teruggegaan naar huis. Nu weer richting Amsterdam voor de grootste uitgroei van je leven. Ik denk dat wij gewoon als volk te erg verwend zijn in deze crisis. Wat betreft de regels. Dus ja, I don't know. Het duurt nu ook zo lang. Het is gewoon, de mensen hier denk ik ook gewoon echt... Nou, ik weet al zeker dat de mensen hier niet voor gemaakt is. Maar... ja... Het is wel echt... Ik had altijd wel zoiets van, nou ja... Weet je, zie het positieve overal van in. En hoe erg is het? En... Maar... Het duurt nu wel echt lang. Het is wel echt... tijd voor verandering of zo. I don't know. Ik loop maar wat te blaten. Ik ben een verwend nest, want ik ga nu nog naar de kapper. En daar ben ik mijn kapster ontzettend dankbaar voor. En thank God dat ik naar de kapper kan. Überhaupt. Er zijn ook landen waarin je nooit naar de kapper kan. Dus dat, echt probeer dat jezelf, hoe diep je ook in de shit zit. En ik heb het idee dat best wel veel jongeren juist met depressies kampen doordat de sociale contacten zo miniem worden gemaakt. Echt, blijf jezelf herinneren aan de dingen die je wel hebt en hoe dankbaar je daarvoor moet zijn. En blijf positief, want ja, ook Menno, die trainer, die zei net ook van ja, ik kan wel gaan zitten janken, maar je hebt daar letterlijk niks aan, want je kunt niks doen aan die situatie. Hij is hoe die is en ja, maak er dan maar gewoon het beste van. En dat is ook wel echt... Maak er gewoon het beste van. Oké, ik kom dus nog terecht bij de kapper. Ik weet niet of je me kan horen. Maar ik ben lekker met de Olaplex naar huis gegaan. Ik praat verder in de auto. Oké. Net bij de kapper geweest. En nu moet ik... heel gauw naar huis rijden, want ik heb een call straks. Over 10 minuten, dus dat ga ik echt nooit redden. Dus Robert gaat me echt vermoorden. Dus met hem erbij. Maar dat gaat hij trouwens niet, want hij is echt nooit boos op mij. Hoe slordig, vergeetachtig en irritant ik dan ook ben. Maar oké. Ik ben dus snel bij de kapper geweest. Ik heb nog nat haar. Spoeling is er net uit. Olaplex er net in. Dat ga ik gewoon de hele nacht erin houden. En dan echt, ik ben Loor zo dankbaar dat ik nog mocht komen. De laatste dag. Echt zo ontzettend fijn. En na die call lekker Sarah Lissetje ophalen. We gaan er een lekkere meidenavond inclusief erop van maken. Echt zo lekker pizza's te bestellen. Film te kijken. Lekker gewoon... Lekker gewoon onder een dekentje op de bank, haard aan. Gezel. Wil je morgen een met mij opnemen? Nee. Want ik kan niet met Daan. Oh. Nou, ik kan niet praten als ik eet. Ja, maar dan praat ik wel. Misschien dat ik dan een mukbang in mijn eentje moet opnemen. Nee. Of wil je een ander soort, wil je wel een Q&A met mij doen? Dan hoef je niet te eten. Please. Ja, nou schatje. Wat? Hey, mankenelis. Sorry, Lizzie. Het vindt haar eigen slippers. Aan. Ja, je hebt hem aan. Goed zo. Nee, dat. Oh, nog niet goed. Zo. Oh, maar het ziet er wel cool uit, schatje. Auw. Het doet pijn. Ja. Dan zou ik hem lekker uitdoen. Het is ook niet echt de temperatuur ernaar. We zijn helaas niet op een tropisch oord. Wil je ze bij mij aandoen? Nee, ik. Oh, doe maar. Oké, bedankt voor het kijken en ik zie jullie volgende week weer. Doei!